En Sianne Dixon heeft met haar compositie Milobi Bong Surup op 2024 gewonnen. Haar compositie werd vertolkt door Sepora Windzak en Rumalo Lond. De tweede plaats werd gewonnen door Cyril Cecile Lamesi met zijn compositie Trulobi. En de derde plek door componist Arantis Forster met zijn compositie Brokoati. Het Surupop Festival werd op zaterdag 3 augustus gehouden met de vertolking van de 12 composities voor het publiek. De top 3 deed voor het eerst mee. Dixon geeft aan dat het een verrassing voor haar was dat zij met de prijs ervan doorging en legde uit wat Milobi Bong precies inhoudt. Milobi Bong symboliseert een liefdesrelatie. En eigenlijk wat ik probeerde te zeggen is dat ware liefde op zijn cake komt. We kunnen teleurstellingen op het pad van liefde tegenkomen, but never give up on love. Altijd een kans geven, jezelf openstellen, niet verbitterd raken door het verleden en ook niet het verleden dragen naar je heden. En indien je dan in een relatie terechtkomt waar er genuine love is, moet de verzorging dan wederzijds geschieden. Dat is wat er aan Milobi doet. Zo, ik ben iemand, ik hou van Broadway en Disney. Dus ik heb dan een mix daarvan gemaakt om dan eigenlijk een unicum te vormen in die compositie. En ik denk dat dat de reden ook is waarom men het ook zo apart vond en bijzonder. Lamesi en Forster zeggen dat zij als artiesten ook op zo'n platform moeten kunnen bewijzen dat ze bij de besten horen. Binnen Suriname. Ik denk dat het goed is als schrijver, artiest, ook je kunnen te tonen op dit platform. Omdat je zo laat zien dat je bij de beste hoort en dat je in feite die kwaliteiten bezit. Okay, is het nu eigen verhaal waarom je geschreven heeft, of is het iemand anders gedaan? Het is deels mijn verhaal. Deels. Ik ben muziek en weer hetzelfde aan de overkant. Ik zeg één ding. Waar ik nu ben beland met muziek, ik ben heel dankbaar. People Choice, bedankt voor je advies. I love it. We gaan door. We moeten door. Fans, schoolkinderen, iedereen, als je een droom hebt, ga ervoor. Never give up, still going strong. A champ is still a champ. Dixon kwam ook in aanmerking voor de prijs voor de beste video. En de vocalisten van Lamesi's compositie kwamen in aanmerking voor de beste performance. Dixon kreeg de welbegeerde Jules Chinafong trofee en een geldsbedrag van 75.000 SRD. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.